Dylan van Balen, WK-selectie voor Nederland is uit. Jij bent denk ik een van de kopmannen. Ja, hoe heb je die selectie tot jou gekregen? Ja, dat heb Koos gedaan, hè? Nee, maar goed, laat ik zo zeggen, wanneer heeft Koos jou gebeld van, goh, dit zijn de namen die het gaan worden? Ja, ik heb al langere tijd contact met Koos, dus ik wist al wel een langere tijd dat ik erbij zou zijn. Maar de officiële, dat hij het mij heeft gemeld, is denk ik toen ik naar de Tour ging. Dan weet je dus al een tijdje, voor veel andere jongens was het een verrassing, of tenminste werden ze vanochtend geïnformeerd. De grootste verrassing denk ik voor het grote publiek is Olaf Kooi. Hoe kijk jij daarna? Oh, ja, misschien voor het grote publiek, maar ik denk dat hij dit voorjaar sowieso heeft bewezen in Gent-Wevergem dat hij die afstand aan kan. Heeft een supersterk NK gereden, dus de vorm is daar. Dus ja, voor mij is het niet een hele grote verrassing. Laat ik het dan zo zeggen, hè? Op papier zijn jij en Mathieu natuurlijk de kopmannen. Is het zo dat Olaf daarachter dan als eigenlijk derde kopman is? Ja, het is wel een kaart die we kunnen spelen natuurlijk met Mathieu en mijzelf. Olaf is supersnel. Het wordt wel zijn eerste WK, dus dat gaat even in de koers zien hoe dat gaat uitpakken natuurlijk. Maar ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in.